De wendstoot! De wendstoot! De wendstoot! De wendstoot! De wendstoot! Als ik zeg, ik vind mezelf soms echt lelijk. Jij bent een mooi. Oh. En een roos. Een mooie prinses. Kijk andere mensen naar buiten. Want ik vind dat moet dat zien. Dus dat is uw leven. Gelukkig zijn. Een mooie prinses met een lelijke prins. Nee, dat niet. Nee. Met een mooie prins. Wat afkens. Kijk, in het maakt een stad. En ze zo leuk, hè? Wandelen. Moet stad. Kijk, in dat kerstboom. Kijk, in wat we verseren. Of een stuk drinken. Moeten ze zelf ophalen. Of samen ruimen. En kijk, in uw bereik. En uw stoel, uw tafel. Als je dat zegt. En doe ik met andere mensen. Moet de mensen krijgen geen eten, geen stress. Alle kinderen naar Amerika en Afrika. Alle die mensen. Omdat ik echt ziek, sterven, doden. En dat is niet leuk met andere mensen. Mijn oma en mijn opa. Mijn opa heeft een coronavirus. Het is wel erg. En mijn grootmoeder. Oké. Goedenavond, wat een fantastische start. Hè. Wat een weer. Koud, nat, regen. En dit voor onze tweede aflevering van Radio de Windstoot of TV de Windstoot. We zijn er na de vorige keer niet uitgeraakt. Kijk, het is heel eenvoudig. Je kunt als publiek zelf kiezen. Of je kijkt mee nu vanavond met ons op YouTube en dan zie je de tentoonstelling en dan hoor je de tentoonstelling en de muziek. Of je kiest ervoor alleen te luisteren en dan hoor je uiteraard ook de mensen praten over de tentoonstelling en hoor je zeker de muziek. Het thema van deze avond is vrouwen in de kunst. Niet zomaar gekozen, want het is naar aanleiding van de tentoonstelling die nu bij Wit staat. En dat is Lara Jacoba Breyne en Lien Ankaert, die samen aan het werk zijn binnen de expeditie De Windstoot. Ik heb het al heel dikwijls uitgelegd. De expeditie De Windstoot startte ergens eind 2019 en loopt nog verder tot 2022, tot eind 2022. En is een expeditie waarin dat Wit kunstenaars uitnodigt om in kleine collectieven samen te werken rond een thema. En het thema deze keer is macht versus onmacht. Macht versus onmacht. En Lara en Lien zijn al een heel eindje aan de slag, want die zitten gelukkig, ondanks corona, in elkaars bubbel. Dus die mochten toch, terwijl wij allemaal thuis aan het telenetten waren, mochten zij toch af en toe elkaar ontmoeten in het atelier. Er is ook veel muziek vanavond. Er zijn sprekers, je zult ze straks allemaal de revue zien passeren. De muziek is weer heel speciaal gekozen voor de avond. Net als de vorige keer is het allemaal muziek van mensen die te maken hebben met kunst en mensen met een verstandelijke beperking. En we beginnen weer met een heel bijzonder lied, namelijk van onze eigen huisband, de Wild Classical Music Ensemble. Die hebben een nummer en dat heet Ik ben blij. En dat wordt gezongen door Lien Pam. En Lien Pam, die kan ongelooflijk blij zijn. Maar een andere reden om het nummer te kiezen is, het begint met de wind. De windstoot, Ik ben blij, Wild Classical Music Ensemble. Thank you.
Ik ben blij, maar dan wel op een typische Wild Classical Music Ensemble wijze. Very heavy. Lien Pam, dank u voor deze prachtige nummers. Tijd om toch iets te horen over de tentoonstelling. En daarvoor hebben we natuurlijk onze collega Els Vermeers. Van harte welkom op de tentoonstelling van Lara Breyne en Lien Ankaert. Met de titel Durf je kijken. Het is vanavond een vernissage en normaal gezien is een vernissage een feest. En we missen uiteraard in de eerste plaats de kunstenaars en we missen het publiek. We staan hier alleen. Gelukkig hebben we de werken rondom ons. Lara Breyne en Lien Ankaert die zitten samen in een kleine feestbubbel. Straks gaan we er naartoe en zullen we goeiedag gaan zeggen. En gaan we ze ook ontmoeten. Maar ik ga ze u toch even voorstellen voordat we naar hun werk kijken. We hebben hier een hele grote affiche in de ruimte hangen. Waarop dat je een beeld ziet van Lien en Lara samen. Ze zijn ook aanwezig in heel wat kleine foto's aan de wand. Ik neem u even mee. U ziet links Lien Ankaert en rechts Lara Breyne. Het zijn twee jonge dames. Ze zijn ongeveer even oud.
Een dik jaar geleden zijn ze gestart met het samenwerken. En ze komen zo ene keer per week samen in het atelier om samen te werken aan rond een bepaald thema. En ze zijn dus door middel van gesprek gaan uitzoeken wat hun thema zou kunnen zijn. Ze hebben heel veel verteld tegen elkaar. En ze zijn tot de vaststelling gekomen dat ze allebei geïnteresseerd zijn in het gegeven van vrouw zijn, in het gegeven van intimiteit, seksualiteit ook. En op die manier zijn ze op zoek gegaan wat ze daarmee konden doen in hun werk. Als we kijken naar de individuele oeuvres, dan zijn er wel een aantal gelijkenissen te vinden. Lara Breyne is een jonge kunstenares, master in de beeldende kunst. Zij is illustrator. En zij is eigenlijk geleidelijk aan in de kunstwereld gekomen. In 2016 heeft zij een vrij intensief project gedaan met Arno Rogaar, een kunstenaar met het syndroom van Down. Zij heeft daar ook een scriptie over geschreven. En toen hebben we dat als een boekje of een boek uitgegeven. En de titel van dat boek was Arno Rogaar is een kunstenaar met het Down-syndroom. En Lara Breyne is een kunstenaar met een knieprobleem. We zijn een aantal jaren later en naast haar werk in het DKO, het Impuls Atelier, wil zij eigenlijk heel graag samenwerken op een sociaal-artistieke manier. En vandaar is de vraag gekomen, heeft Lara Breyne Lien Ankaert uitgenodigd om samen te werken. Als we dan kijken naar Lien, haar werk. Lien is evenzeer als Lara gefascineerd door woorden, door lettertekens. Lien kan zelf niet lezen, maar als zij praat, dan is dat een en al poëzie. En dat heeft Lara ook gedaan in de samenwerking. Zij heeft woorden gevangen van Lien en ze hebben daar eigenlijk... Lara heeft die dingen neergeschreven en dat zijn kleine gedichten geworden. Die twee dames, als ze samenkomen, ze zeggen van zichzelf... Ik wijs u even op de vitrine. Zij hebben dus samen een vitrinetekening gemaakt of veel tekeningen die verwijzen naar wat we zien in de tentoonstelling op het raam getekend. En eigenlijk een van de meest opvallende dingen die erop staan is we zijn hetzelfde. Er zit een kloppend hart in mijn keel. En dat typeert die twee. Het zijn twee heel straffe, vrolijke madams. Het zijn twee madams die het graag hebben over de liefde en over de intimiteit. Ja, we zijn hetzelfde. Het klopt ook wel. Zij kiezen dezelfde soort muziek. Zij zijn eigenlijk doorheen dat parcours ook een stuk goede vriendinnen geworden. Ja, en we gaan hier straks dieper op in. Alles wat we op de vitrine zien, keert ergens terug in het werk. Hè. Ik stel voor dat we nog even naar de muziek teruggaan. En ik neem u zelfs mee richting Lara en Lien. Als ik hier een schmutzigen teller zie, dan wird mir schlecht. Dan komt auch noch ein Betreuer rein und sagt, schenkst du mir einen Kaffee ein? Ist dir das recht? Es muss ne neue volle Kanne her, es wird gemacht.
Ja, je hoorde Sandy. Ze noemen zichzelf een pop-punk-slagerband en ze komen uit Hamburg. En wij met Wit, wij hebben iets heel bijzonders met Hamburg. Maar dat vertel ik jullie later nog wel eens. Goed, vanuit Hamburg naar hier terug, want Bart staat intussen tijd klaar voor een mooi gesprek met een hele straffe madame, waar we met Wit al dikwijls mee samengewerkt hebben. En ik hoop in de toekomst nog dikwijls mogen doen. Graag uw aandacht voor Tit Onk. Goedenavond, Tit. Hallo, Bart. Alles goed? Ja. Ja. Zeg, Tit, ik heb een vraagje of een bedenking. Als ik het kunstenlandschap zo wat bekijk op vandaag, ja, dan merk ik dat er toch heel wat vrouwelijke kunstenaars aan bod komen, hè, op het podium staan, letterlijk en figuurlijk. En dan denk ik, ja, die krijgen toch heel wat kansen. Dus ben ik dan geneigd om te denken dat de discussie rond de discriminatie van de vrouwelijke kunstenaar eigenlijk niet meer relevant is anno 21. Ja. Ja. Toch? Ja, ik snap dat, maar jij bent een man. Ik sta aan de verkeerde kant, ja. Ja, maar nee, ik snap je wel hoor. Er zijn genoeg, ik denk, genoeg vrouwen die aan bod komen. Maar we hadden het al in een eerder gesprek over dat ik denk dat er een verandering is als je als vrouwelijke kunstenaar kinderen krijgt. En ik denk eigenlijk bij heel veel andere sectoren ook, in andere beroepsgebieden. Dat je toch een andere positie begint te krijgen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik voel me heel geëmancipeerd en ik ben ook blij dat ik mee kan doen aan de kunstwereld. Dus ik hou me daar misschien wat minder mee bezig dan andere vrouwelijke kunstenaars. Maar ik heb wel gemerkt, doordat als je zelf kinderen krijgt, dat de kansen en ook je structuur van je praktische structuur van je leven zodanig verandert, dat je misschien minder kan meedraaien in de kunsten. Dus dat was mijn... Als ik het goed begrijp, dit word je door moeder te zijn toch wat teruggeworpen op het oude, het aloude rollenpatroon. Terug aan de haard, bij wijze van spreken. Om het zo stom te zeggen, ja, ik denk wel dat... Ik heb dat toch in mijn eigen situatie heel hard ondervonden. En ook vanuit andere collega's. Maar ook andere mensen die een ander beroep hebben, die hetzelfde ervaren. En dat tonen de cijfers ook. Hè. Ik heb er wel eens een onderzoek over gelezen, dat op het moment dat je... dat de emancipatie vanaf 2000 tussen man en vrouw eigenlijk redelijk hetzelfde is gebleven. We hebben kansen, et cetera. Maar op het moment dat je kinderen krijgt, dan wordt die emancipatiekloof opeens weer heel groot. Gaan we minder verdienen, gaan we meer thuis zitten. En dat is toch wel straf. Ik denk dat we dat niet mogen vergeten. Nee. Moet ik dan concluderen dat al die dames die nu actief zijn, ofwel nog jong zijn, of kinderloos zijn, of feministen zijn? Ja, dat is een goeie. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Dat is wel een... of misschien zijn het vrouwen die kinderen hebben, maar die gewoon zo... Ja, misschien heel... Ja, klinkt stom en succesvol zijn en daar gewoon voor gaan. En dat op een andere manier kunnen organiseren. En dat aan mij niet gelukt is. Wellicht is dat niet zozeer dan in dat geval een maatschappelijk probleem. Of moet dat probleem dan maar intern opgelost worden? Waarschijnlijk binnen de eigen omgeving om dan... te proberen te organiseren zodat de vrouw de kans krijgt om... Het is geen oproep naar jou toe, hè, Ted, om intern te regelen. Maar ik snap het wel. En het is misschien ook iets maatschappelijks, dat er gewoon andere systemen moeten gecreëerd worden waardoor vaders meer kansen krijgen. En dat misschien ook die kansen willen grijpen, want dat is wel hetgeen wat er nu gebeurt, is dat doordat mannen vaak meer verdienen, dat in onevenwicht is... Ik zie trouwens ook in jouw oeuvre, lees ik toch, her en daar heb ik wat woorden opgepikt, Ted, dat je toch ook bezig bent met normering, met wat nog allemaal, stereotypen en dergelijke. Ja. Ligt jou na aan het hart, toch? Ja, het ligt mij wel aan het hart. Ik moet zeggen, niet zozeer het man-vrouw zijn, maar wel hetgeen wat misschien anders benadrukt wordt in de maatschappij, of als anders gezien wordt, of... stereotypen, gewoon mensen in een bepaalde categorie plaatsen wat niet altijd nodig is of niet altijd fijn is. Dus dat ligt me wel aan het hart. Specifiek man, vrouw,
dan nu niet direct, maar het is wel een zeer interessante denkoefening. Hè? Ja, heel mooie denkoefening. Alvast bedankt, we gaan moeten afronden dit. Het was een fijn gesprek, een openhartig gesprek. En wij hopen je graag terug te zien de volgende keer. Dankjewel. Doei. Fijne avond, hè. Dag. Doei. Madame uit Londen met het syndroom van Down en die laat haar stem horen. Ellen Goody. Ellen Goody is echt een vrouw met een missie. Ze vindt het heel belangrijk dat de goede gemeente, dat mensen zien dat mensen ondanks hun beperking toch dromen kunnen verwerkelijken. En of dat dan nu een droom is van een relatie of misschien om te kunnen huwen of een goede job te vinden. Of zelfs, en daar is ze enorm mee bezig, een marathon te lopen. Het moet mogelijk zijn. Als de mensen rondgaan, misschien een klein tikkeltje anders naar haar zouden willen kijken. En daar zet zij haar heel sterk voor in. En wie dat ook graag zou willen, is Mieke van Hesje. Mieke van Hesje is een kunstenaar die ook al een tijdje bij Wit langskomt. En Bart heeft daar nu waarschijnlijk aan de lijn. Ja, Luc. Hallo, Mieke. Hoe gaat het met jou, Mieke? Goed. Alles goed daar in Zwevegem, wellicht. Hè? Ja, een beetje regen, hè, in Zwevegem. Ja, hier ook, in Kortrijk ook veel regen. Zeg, Mieke, jij weet dat er vanavond een opening is. Geen normale opening natuurlijk, maar een opening van een tentoonstelling bij Wit van twee straffe madammen, hè? Ja. Dat is Lara en Lien. Ja. Wat doet dat bij jou, Mieke? Het feit dat er nu eens twee vrouwen exposeren bij Wit. Oh, dat doet een heel beetje raar, eindelijk. Ja, raar. Wat bedoel je daarmee, Mieke? Vind je dat niet leuk of zo?
Ja, is dat maar, leuk? Ja, het zijn, moeten niet altijd de mannen zijn, denk ik dan, hè? Nee, ja. Nachtige vrouwen ook eindelijk, Bert. Ja, jij komt ook op voor de vrouwen, hè, Mieke? Je bent zelf een kunstenaresse, dus wat wilde. Zeg, jij kent die persoonlijk, Lien en Lara? Ja, ik ken Lara Lien. Ja, oké. Okay. Maar je hebt er nog niet mee samengewerkt met Lara of zo? Jawel, in de vrijbus nog. Ah, inderdaad. Ja, dat project met de poëzie. Heel interessant. En hoe vond je dat samenwerken met Lara? Lara is een plezante dame. Ja, het is niet de enige dame waar je mee samengewerkt hebt. Ik herinner me dat je ook nog samengewerkt hebt met Anne van Oudrieve, klopt dat? Ja, ik Anne. Heb daar gewerkt met nog in de Kruidentuin. Ja, inderdaad. En ook nog tentoongesteld samen met, hoe heet ze ook weer, Griet Hersens. Met Griet Hersens hebben we in de Blassenzeeuw gewerkt daar nog een tijdje. Denk je dat het anders werken is met, samen met vrouwen of vrouwen onder elkaar, Mieke, dan bijvoorbeeld met mannen? Want je hebt ook al gewerkt met Xavier Roelens bijvoorbeeld. Is dat een verschil? Ja, is de, in Oostende. Ja, is dat een verschil? Dat is heel verschil eigenlijk. Dat is aan de zee in Oostende geweest nog. Ja, en als je nu eens mocht kiezen... Werken samen met een andere vrouw als kunstenaar of met een man? Wat zou je kiezen? Liefst met een man. Toch liefst met een man. En hoe komt dat eigenlijk, Mieke? Dan moet je mij eens verklappen. Ik niet voor de vrouwen ben. Ah ja, ja, je ziet dat meteen in de vorm van een relatie. Maar het kan ook een werkrelatie zijn natuurlijk, hè. Zeg, Mieke, in jouw werk maak je... Je maakt tekeningen en schilderijen, maar heb je het vaak over bloemen, struiken, bomen, planten, tuinen, huizen? En wat nog meer, ik denk aan dieren en knuffeldieren. Ja. Denk jij dat mannen ook dit soort werk zouden maken, dit soort kunst? Weet je toch, ja, Bert. Ja, zijn er geen andere vormen waarvan je denkt, ja, de man... Die zal misschien een interesse hebben in andere zaken om af te beelden of zo? Zeg dan maar een keer, Bart, alsjeblieft. Denk je dat mannen dan toch niet voor andere dingen kiezen in hun kunst? Ze kiezen ook oudere kunst graag ook, de mannen. Ja, weet je wat het inderdaad is, Mieke? Het is zo dat er zijn heel veel mogelijkheden en keuzes... De keuze is zat, hè. Dat is waar. Ja, in alle geval, Mieke, ik denk dat we kunnen afronden. Het was een leuke babbel, een eerlijke babbel. En wij horen je graag terug bij de volgende livestream. Tot dan. Ja, salut. Tot dan. Monikske, 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 wel den man. Monikske, 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 wel den man. Monikske, Monikske, ik zie u zo gern. 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 Monikske met haar kort rokje. 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 Monikske, Monikske, houd jij van mij? Monikske, Monikske, houd jij van mij? Monikske, Monikske, houd jij van mij? Monikske, Monikske, houd jij van mij?
te gaan. Monique, Monique, laat ons dansen hard. Monique, Monique, laat ons dansen gaan. Monique, Monique, laat ons dansen hard. Monique, Monique, trouwde jij bij mij? Monique, Monique, trouw je heen met mij? Monique, Monique, trouwde jij bij mij? Monique, Monique, trouw je heen met mij? Monique, oh Monique. Ja, Monique, een nummer uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Eventjes zelfs op de VRT, de toenmalige VRT, gedraaid geweest. Dat was een kleine hit voor de White House Band. Een groep uit Loppem, nabij Brugge is dat. Waar eigenlijk mensen met een meervoudige beperking fantastisch artistieke projecten opzetten. De band bestaat nog steeds en ik heb contact gehad met hen en ze beloven... Mensen, hou je vast, ze zouden heel graag eens live in dit programma inbreken. Dus wie weet, ooit als het weer wat meezit en corona wat braver wordt, krijgen we hen ook nog te zien. Hoog tijd voor het volgende gesprek. En ik denk dat de Bart een Bart ontmoet. Bart Marius, directeur Museum Dr. Ghislain. Hallo Bart, goedenavond, naamgenoot. Dag Bart. Bart, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen, hè. Welke zijn voor jou markante vrouwelijke kunstenaressen, of kunstenaars, sorry, al dan niet uit de marge, als je dat even zou willen opsommen of toelichten? En vooral ook is de vraag, wat maakt hen volgens jou tot iconen? Jawel, ik had mij die vraag inderdaad gesteld van vrouwen in de kunst. Ik moest onmiddellijk denken aan Louise Bourgeois, Cindy Sherman... Maria Lastnig, en in één keer beseft ook dat de lijst gewoon gigantisch is. Dat er zeker in de 20e eeuw heel wat markante figuren in de hedendaagse en de beeldende kunsten zijn. Iemand gelijk Louise Bourgeois of Cindy Sherman, die eigenlijk vanuit een zekere psychologie, ik kan dat niet zo goed duiden, maar die het plaatje gelijk compleet maken. Ik moet ook denken aan figuren, ja, zeker vanuit de outsiderwereld, vanuit de kunst en zeker uit de psychiatrie, waar dat de vrouw al sowieso een klein beetje in de verdrukking stond. Ja. Een aantal vrouwen uit de collectie van Prinshorn, de Duitse collectie, die ontstaan is in het begin van de 20e eeuw, waar dat iemand zoals Agnes Richter, een Duitse psychiatrische patiënte, die haar kleren volgenaaid had met tekst, langs binnen, langs buiten. Of Marie Liep, die haar bedgoed tot de ergernis van haar verpleegkundigen elke nacht opnieuw verscheurde en daar allerlei figuren, geometrische figuren mee op de grond maakte, waar dat er jammer genoeg alleen foto's van bestaan. Er zijn een aantal figuren, zeker in die outsiderwereld, die ook een aantal belangrijke latere kunstenaressen beïnvloed hebben. Die eigenlijk de middelen niet hadden of kregen in de psychiatrie bijvoorbeeld om tekeningen te maken of om te schilderen. En die dus met hetgeen wat toen aan de vrouw werd gegeven om zich mee bezig te houden. Haken, breien, naaien, zo'n dingen. Ja. Maar die daar wel bijvoorbeeld tassen, lepels, vorken en zo mee gemaakt hebben in psychiatrie. En die dan figuren uit het surrealisme, zoals Merit Oppenheim, ook weer beïnvloed hebben. En die dan ook weer met stoffen aan de... aan het werk zijn geslagen. Dus er zijn een aantal superinteressante vrouwen in de geschiedenis van de kunst. Is het dan niet zo dat die vrouwen uit het reguliere circuit dan eigenlijk een beetje gaan lopen soms met wat gebeurt in de marge? Ik denk dat dat niet alleen met vrouwen zo was. Ik denk dat ook mannen, Max Ernst heeft ook gestolen van uit de psychiatrie. Ja. Ik denk dat in het begin van de 20e eeuw zeker en vast het geval was. Maar ik begin meer en meer te zien ook hoe dat... Ja, voor mij als tentoonstellingsmaker, ik heb mij nooit de vraag gesteld, jammer genoeg, voor quota. En als ik dan een aantal catalogi, toen ik de vraag kreeg om hier iets over te zeggen, van ons erop nasloeg, dan ben ik eigenlijk een beetje gerustgesteld om te zien dat er vrij veel vrouwelijke kunstenaars, en zeker in de outsiderwereld, zitten. En daarmee wordt het plaatje gewoon compleet. Uw tentoonstelling is af.
Ja, hou jij dan, hoe pas je die, ik had zo zeggen, hoe pas jij die quota toe? Of pas jij ze effectief toe? Nee, we passen ze eigenlijk niet toe. En ik heb daar ook moeilijk met quota, maar dat heeft iedereen waarschijnlijk wel voor een stuk. Dat ligt, niet altijd zo evident is om dat toe te passen, want dan moet ik dat ook toepassen voor mensen met migratieachtergrond. En ik vind dat zeer ingewikkeld. Man, vrouw, transgender op den duur, allochtoon, autochtoon. Het wordt een behoorlijke complexe rekensom. Voilà. Die misschien wel een beetje voorbij gaat misschien, hè, aan de intrinsieke kwaliteit van je samenstelling, van je tentoonstelling. En pas je ook geen quota toe als het gaat over bijvoorbeeld museum aankopen voor de collectie? Dan wel, dan zijn we bewust, dan kijken we wel wat we aankopen. Maar natuurlijk heeft dat vooral te maken dan de quota die wij toepassen. Dat is wanneer dat hedendaagse kunstenaars uit het reguliere circuit, wanneer dat we die vergelijken met kunstenaars uit de marge of de outsider kunsten. Maar niet zozeer ook voor vrouwelijke kunstenaars. Ik denk dat we daar nog veel werk in te doen hebben. Waar ik soms een beetje persoonlijk mee worstel, is dat van de kunstenaressen of de vrouwelijke kunstenaars van vandaag, we ze misschien wel te veel een statement opleggen. Heb ik het verkeerd? Wij willen ze zien als voorvechters van de vrouwenzaak. Allemaal goed bedoeld, maar dan denk ik bij mezelf, kunnen ze niet gewoon hun werk maken, hun persoonlijke ding, hun persoonlijke verhaal, weet ik veel, ergernis, leed, eenzaamheid vertolken zoals de anderen dat doen, zoals de mannen dat doen. Ja, voilà, ik ben daar ook gewoon compleet mee eens. Want ik merk ook als wij een tentoonstelling maken, als we een thema-tentoonstelling maken, heb je gewoon alle stemmen nodig. Je hebt de stem nodig van een vrouw, je hebt de stem nodig van mannelijke kunstenaars, denk ik. Van mensen met andere migratieachtergronden. En dan maakt het gewoon het verhaal compleet. En om mijn dingen op te leggen. Als ik zie wat sommige vrouwelijke kunstenaars... Als ik denk bijvoorbeeld iemand die mij enorm beïnvloedt, dat is Tacita Dean, de Britse filmmaakster. Ik had het eigenlijk zelfs niet hoeven... Ik denk dat niemand hoeft te weten of dat een man of een vrouw is. Om die kunst te kunst maken. Nee. Oké. Okay. Dat is een mooie afsluiter. Bart, ik hoop je heel graag terug te zien binnen 2 maanden. En wij gaan hier verder met een stukje muziek. Ja, Bart. Wacht. Ik heb nog één iets te zeggen. J'ai encore un truc à dire. Ah, Luc. Hou je gang. Het is een nummer van de groep Cube. En Cube, dat betekent Création Unique Bruitique Experience. Het is een groep uit Nantes. We hebben ze al een paar keer ontmoet. En ze spelen rock noise. En de bandleden zijn eigenlijk jonge mannen en vrouwen met een motorische beperking. Onder leiding van Jérôme Marquet, eigenlijk echt een fantastische man uit Nantes. Zo'n opvoedermuzikant tegelijkertijd. En wat er bijzonder is aan deze band, zijn eigenlijk 2 dingen. Namelijk, zij passen zich niet aan de instrumenten, maar ze passen hun instrumenten aan zichzelf. Dus waardoor ze eigenlijk echt wel op heel unieke manieren omgaan met drums, met gitaren, met keyboards. En ik kan u verwittigen, Bart, ze zijn luidruchtig. En ze hebben verdorie iets te zeggen. C'est toujours les garçons qui vont vers les filles. Thank you.
c'est toujours les garçons qui vont vers les filles. Cube uit Nantes, een topaanrader om live aan het werk te zien. Oké, we hebben niet alleen kunstkenners vandaag uitgenodigd, maar net zoals vorige keer hebben we ook een welzijnswerker, een rasechte opvoeder onder ons. En Bart staat nu, via de Zoom natuurlijk, veilig corona, met Cis Lamoural. Hallo, dag Cis. Goedenavond. Goedenavond Cis, daar zijn we alweer. Hè? De tijd gaat snel in deze coronatijden. Cis, ik val maar met de deur in huis. Ik zou je eens willen vragen of je een aantal synoniemen of kenmerken van en voor vrouwelijkheid kan opsommen. Of waar, met andere woorden, vrouwelijkheid voor jou voor staat. Ik denk dat dat een heel moeilijk is, omdat dat volgens mij ergens cultureel bepaald wordt. En wat dat voor de ene persoon vrouwelijk is, is voor de andere persoon dan niet. Dus denk ik dat het heel moeilijk is om daar termen op te kleven. Daar zijn inderdaad heel wat schakeringen in. Hè. En we moeten oppassen dat we ons niet betrappen op te veel stereotypen, uiteraard. Maar toch even stout zijn. Jij werkt in de zorgsector. Ja. Is dat dan toch niet een sector die bekend staat als toch een vrouwenwereld of een vrouwensector, als ik zo mag zeggen? Ja, het heel veel mensen dan zeggen van de zorgsector is een vrouwensector. Heel veel mensen dan zeggen dat is een cliché. Maar eigenlijk, als je het statistisch bekijkt, ik heb nog een keer net opgezocht, 75% van de mensen die in de zorg werken, dat zijn vrouwen. Dus eigenlijk is de zorgsector grotendeels wel een vrouwensector. En dat is dan natuurlijk numeriek bepaald. En je zegt, de meerderheid zijn vrouwen. Maar voelt dat ook zo aan? Ik bedoel, als we het hebben over een aantal clichés, ja, je hebt ze natuurlijk meteen in je eerste antwoord wat ontkracht. Hè? Dat is een moeilijke zaak. We kunnen ze natuurlijk opzommen in de clichés. Ja. Maar, en er zullen wellicht wel wat kenmerken zijn. Maar ik vraag me dan ook af, Cis, ben jij dan ook een vrouwelijke man? Ik ben weer al stout. Nee. Ik denk dat er net nood is aan heel veel diversiteit. Zowel mannen als vrouwen. En heel vaak wordt dan ook gezegd, de zorgsector een zachte sector. Na al die agressiemomentjes dat ik momenteel al heb meegemaakt, in mijn korte periode dat ik er werk, denk ik toch wel zo de zachte kant van de zorgsector, die is er niet altijd aanwezig. Ja. Ik kan me best ook wel voorstellen dat een echte macho man daar ook niet komt werken. Evenmin. Oh, geen idee. Ik denk, het maakt niet uit of je nu een stoere vent bent, of een heel vrouwelijke vrouw, of dat is nu heel stereotyp. Ik denk, je werkt er als het in je hart zit en als je de mensen graag ziet. Ja. Daar is het om. Daar gaat het om. Te doen. Maar is dat, ik weet het, ik spreek nu wel een beetje in stereotypen. Dat is heel doelbewust, uiteraard. Maar komt dit ook voor, dit soort discussies of uitdagingen bij je eigen omgeving, bij je leefomgeving, tussen vrienden en kennissen? Komt dat wel eens aan bod? Zeker en vast. Heel veel mensen die denken van, mijn job dat houdt in koffie geven, eten klaarmaken, mensen wassen. En ze zien dat heel vaak als de vrouwelijke taken. Maar dat is het niet. Ik zeg het heel veel dat wij in aanraking komen met agressie. En dan is het wel heel goed om een vent te hebben in het team. Ja. We zijn groter van postuur en we kunnen ons stem al een keer verheffen. Wat dat al kan helpen. Ja, uiteraard. Ik kan me best voorstellen. En tijdens je studieperiode, hoe zat het dan in elkaar? De verhouding man-vrouw, studentes, vrouwelijke studentes, mannelijke studenten? Ja, ik weet, als we zijn afgestudeerd, waren we met ongeveer 100, waren van 6 mannen. Dus dat was wel echt met allemaal vrouwen in de klas zitten. Ja, maar er is toch wel een evolutie dan als je eenmaal je in het werkveld komt, hè? Blijkbaar toch?
Een kleine evolutie toch? Hè? Een kleine evolutie, ja. Ja. Wij nu in het team, wij zijn met 10, waarvan 3 mannen. Maar ik denk dat, allee, dat je dat nergens vindt. Is het, kan je, moet ik het dan nu verwoorden, in je werkomgeving voel je soms toch andere houdingen, attitudes aanpakken of positionering bij je vrouwelijke collega's dan bij jezelf en de mannen? Ja, dat denk ik wel. Zoals ik net al zei, de agressiemomenten, als dat zich stelt, ja, dan is het makkelijker om als man u te verheffen en recht te staan en te zeggen van, nu ga je eventjes weg. Als vrouw gaan ze u heel rap, bij wijze van spreken, tegen de muur gaan plakken. Ja, de fysieke. Je moet wel echt kunnen. Agressie en zo, ja. Ja. Ja, goed, 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 goed. Cies, we eindigen hiermee. Ik vond het interessant. Het ging dus niet eens over de kunst, maar wel over de vrouwen. Oké, we zien elkaar snel terug. Oké. Dankjewel. Vaarwel, dag. Oké, dankjewel Cies en Bart. Ja. We hebben het al gezegd, het is een digitale vernissage vandaag. Dus ja, er moet ook een officieel moment van opening komen. En dat is aangebroken. We zitten ongeveer halverwege. We krijgen na 9 uur nog heel wat muziek en sprekers. Eerst een filmpje en dan gaan we rechtstreeks naar de kunstenaars. Dag dames. Hallo. Hey, mogen de bal? Ja, hoor je mee? Hallo. Hoe is het daar? Ja, goed. Zoals jij ziet, supergoed. Supergoed, ja. We hebben weer gelachen en geblijd. Amai, amai, amai. Wij missen jullie. Een vernissage is een feest, zeggen we altijd. Het is het feest... waar dat, als je je werk gemaakt hebt in het atelier, dat je eigenlijk wel dat werk graag toont aan de mensen. Nee. Maar die zijn al aan het drinken, die kunstenaars. Dat hoort erbij, nee, Aanton. Dat hoort erbij, ja, ja. Wij missen dat stukje feest hier. Hè? Want normaal gezien is dat de kunstenaars die samen met ons hier aanwezig zijn en die ook kunnen babbelen met het publiek. Nu doen wij dat een beetje in jullie plaats bij jullie werk, maar misschien willen jullie wel iets zeggen aan de mensen eerst. Wil wij iets zeggen, Lien? Ja, doe maar. Zeg maar hoe luid praat, nee? Ik denk dat we vooral dank u willen zeggen natuurlijk voor iedereen die aan het kijken is en ons aan het meevolgen is. Denk dat we ook wel preus zijn. We waren daarnet zelf een beetje geëmotioneerd toen dat we alles zagen. Liene liet een traantje en ik zag dat ik moest creëren, ook direct tranen hebben. Gewoon omdat we best wel trots zijn op het resultaat dat we nu al hebben. Hè. Jullie mogen terecht trots zijn. Het is ook super mooi. En misschien wil je eerst eens toosten, Lien? Ik zie jou zo staan wachten. Ja, hier, check dat thee. Wil je iets zeggen aan de mensen? Dank u. Dank u. Voor alles. De gezondheid. Ja. Dat is ook mijn hartvriendin. Maar je hartvriendin had ook wel aan het kijken zijn. Kijken. Ik zie echt toch graag wat er zo... Gelukkig zijn samen met u. Ja, zo mooi, Lien. Zeg, ja. Zie eens wat dat wij hier hebben. Goeie stoffen. Wij moeten het doen met een flesje water. Gezondheid. Ja, dank u wel. Ja. Wat missen jullie het meest vanavond?
Of missen jullie niks? Moet je maar naar beneden. Missen wij iets? Ik mis iets. Ja, ik denk inderdaad, zo de mensen rond je, de mensen die dicht bij jou staan, of die, zoal, die al weten dat wij al een jaar samen aan het werken zijn, die ons hebben al meegevolgd en zo, en al die momenten, dat mis je dan wel voor een keer samen te komen, voor ook echt zo te praten met elkaar over het werk, over waarmee dan we eigenlijk bezig zijn. Ja, dat mis ik dan wel, maar ja, goed. Ja. Het is ook zo dat Lien, jij wou ook heel graag de dingen tonen. Jij spreekt ook altijd van de vernissage. We maken ons dan mooi. Ik zie ook dat de lippen gerood zijn. Heel belangrijk voor jullie beiden, om je mooi te maken voor de mensen. We doen dat vooral voor onszelf, denk ik. Je doet dat voor jezelf. Ja, 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 ja. Nee, maar ja. Het is wel een keer leuk, een beetje optutten. Ja. Allee, mooi maken, mooi, een beetje make-up en zo. Hey, daar een momentje van maken. We hebben ons ook al goed voorbereid op dit moment. We hebben ook al veel staan dansen deze avond. Echt zo, een beetje wat komt, het is feest. Hey. Zie wat dat we hebben bereikt ondertussen. Dus ja, het is wel tof geweest. Misschien is dat iets wat wij nog niet verteld hebben aan de mensen. Maar als jullie samenwerken, dan is dat veel werken. Want ik vind jullie beiden wel grote werkpaarden. Maar... jullie zingen ook, jullie drinken graag koffie samen. En als de muziek luid gaat, dan wordt er ook wel eens gedanst. Hè? Ja. Lien, heb je al een schone move gemaakt vanavond? Ja, gedanst. Ja. Ik heb zo een filmpje gekregen van jij en Lara samen aan het dansen en aan het zingen. Het zag er weer super vrolijk uit, dus ik kan me voorstellen dat je dat vanavond ook al gedaan hebt. Kun je misschien nog iets vertellen over die titel van jullie? Durf je kijken? Vind je dat nu leuk dat wij allemaal kijken? Dat wij durven kijken? Ja, ja, zeker. Het is zo erg een subli, maar eigenlijk die titel, dat komt van... als Lien en ik, als wij samenwerken en een deel van, onderdeel van ons werk is ook eigenlijk het praten. Zo'n beetje de niet-makende handeling, koffie gaan drinken, het dansen, luisteren naar muziek. En ik nam dat ook altijd op, onze gesprekken. En achteraf beluisteren we dat altijd een keer. En hadden we daar wat inspiratie uit, van ah, wat hebben we weer gezegd. En het fragment was dat Lien was aan het praten over haar werk. En het hangt daar ook uit. Het is de grote vrouw met haar dan de kinderen in de kooi. En ze is ook, ja, Lien is enorm gefascineerd door horror. En Lien vroeg aan mij van, durf je kijken? Durf je wel kijken? En ik vond dat wel mooi, omdat dat ergens ook wel... spreekt of ja, of zegt wat dat wij naar het publiek willen tonen. Wij zien er heel braaf en liefjes uit. Ja. Maar eigenlijk de thematiek dat wij behandelen is wel niet echt niet. Allee, is wel ja, misschien minder braaf. Het gaat over seks, het gaat over intimiteit, het gaat over het feit dat we een beetje willen aankaarten dat we dezelfde verlangens hebben en dat de maatschappij dat niet altijd zo ziet. En ook een beetje van, ja, durf je daar eigenlijk naar kijken? Durf je daarover na te denken? Durf je daarbij stil te staan van hoe dat is ingebed in de maatschappij? Hoe dat wij kijken naar mensen met een beperking? Ja. En vandaar ook wel die titel. Maar we zijn natuurlijk zeker blij dat de mensen kijken. Ja, ja, ja. Dan durf je kijken, mama, de dag dat je met dat stukje gedicht naar voren kwam, de woorden van Lien inderdaad, zoals je schetst, hadden we het eigenlijk meteen gevonden dat dat wel een mooie titel was voor wat jullie doen. We hebben ook aan de lijve ondervonden, terwijl we aan het opbouwen waren samen, dat de titel stond eerst op het raam. Dan hebben jullie samen die tekeningen gemaakt op het raam. Fascinerend in hoe korte tijd. En ik was verbaasd hoe dat jullie dat in spiegelbeeld. Het sneeuwde buiten, dus ik hield al mijn hart vast. Hoe gaan we dat doen? En die twee dames begonnen. En een paar uur later stonden prachtige tekeningen op dat raam. Die vitrine werkt ook wel. Heel vaak zagen we hoe dat mensen die toch aan het wandelen waren in de stad, zeker laatste zondag, hoe dat die door dat raam naar binnen stonden te gluren. Ineens, ja. Ze waren naar de tekeningen aan het kijken. Ze merkten op dat er wel mensen binnen bezig waren. En als wij terugkeken, voelden zij zich bekeken. Het was bijna een spel van kijken en bekeken worden. Het was ook een spel van gluren, een venster uitspelen. Heb je dat doelbewust gedaan?
hoe komen die venstertekeningen hier terecht? Maar misschien kan Linda beantwoorden. Waarom hebben we ervoor gekozen voor kraan te tekenen? Mm. Hoe kwam je bij dat idee? Een idee is in hun hoofd en ze maakt kijken hoe buiten of kijk hoe binnen of zo. Dat is ook. Ik ga misschien aanvullen. Mag ik aanvullen? Durven kijken. Kijken te lang buiten. Want blijven buiten blijven. Ja. Masker aan normen. Soms. Bedanken. Want mijn hartvinger is goed gelukkig en ik zie eigenlijk meer dokter, maar ik mis haar echt. Ja, ik denk dat Lien nog een keer wil zeggen hoe dat ze het jammer vindt dat we nu niet bij de mensen zijn voor samen te kijken naar de tentoonstelling en over de vitrine. Dat idee is eigenlijk ook gekomen omdat tijdens de eerste lockdown en wij ook een moment hadden dat wij niet mochten samenwerken. En Lien begon dan ook thuis op de ramen te tekenen. En ik had het dan al gezien later en ik vond dat zo mooi. En dat ik dan de mogelijkheden zag bij jullie raam, dacht ik van ja, we gaan dat ook gewoon doen. We gaan dat gewoon proberen. En we hebben dan een keer geoefend in het atelier. En ik denk dat dat wel inderdaad een mooie trigger is voor de mensen, voor ze alleen te doen kijken naar wat dat er dan zich binnen afspeelt. Ja. Het is zo, sowieso, als er mensen in de ruimte zijn, dan zie je die door de vitrine. Maar tegelijkertijd, als er niemand is, dan kun je ook heel mooi de tekeningen doorheen jullie vitrine zien en de werken die aan de wand hangen. En die leggen ook een relatie met elkaar. Je hebt ook dingen die binnen te zien zijn, herhaald op het raam. Ik vind dat durven kijken ongelooflijk mooi. We hebben misschien genoeg gebabbeld over het werk. Hè. Het is feest vanavond. Jullie hebben hard gewerkt. Wat zal de volgende stap zijn na deze avond? Want er daarnet eigenlijk over, tijdens het eten, dat we dachten van misschien gaan we gewoon een paar keer een beetje op uitstap gaan. Wel een keer met de trein of zo, op uitstap naar musea. Gaan kijken, Lien wil ook heel graag naar het Dr. Gisela Museum gaan kijken. Ja. Zo gaan we eerst dat een beetje doen. En terug zo een nieuwe voeding of inspiratie. Energie opdoen. Ja. Dat hebben jullie echt verdiend. Ik zou zeggen, dames, blijf nog een beetje bij ons. Virtueel, maak er nog een feestje van. En geef nu maar een goede dansmove. Tot later. Geniet er nog van. Dag. Ja, dank u wel, Lara en Lien en Els, voor dit mooie gesprek. Ik voeg er nog graag aan toe dat je de tentoonstelling in de volgende anderhalve maand live kunt hier bezoeken bij WIT. Maar daarvoor moet je uiteraard reserveren, wat corona graag wenst. Dus een mailtje sturen naar inschrijvingen, in het meervoud, inschrijvingen@vztwit.org. En daar kreeg je dan een antwoord op om een afspraak te maken om de tentoonstelling te bezoeken. Maar in het tweede uur van dit programma gaan we ook nog wel verder gaan op de werken. We hoorden daarnet Lien haar voorkeur uitspreken voor horror. En ik heb hier een nummer klaarstaan van een zekere groep, van een zekere band, Capsule. Capsule heeft ooit voor Abattoir Fermé een horror soundtrack gemaakt. En in functie van die LP hebben ze ook samengewerkt met de Wild Classical Music Ensemble. En we horen hier echt wel een groep dames, Florence, Rose, Roos, Griet. Onze eigen Lien Pham is ook weer van de partij. Score part 4 noemt het. Dat zegt heel weinig, maar het is een improvisatie waarschijnlijk daarvan. Today.
van Hawaii. Voor Chi, voor hem, voor jou, voor Am, voor Kan, toen eerst voor daar kan kijken. Toen eerst voor daar kan kijken. Toen eerst voor daar en voor. En voor lang, toen eerst voor daar en voor. Toen eerst voor en voor. Toen eerst voor daar en voor. Toen eerst voor daar kan voor. Zelf omschreef ze het als een horror track. Tijd voor filosofie. Bart in gesprek met onze filosoof Philip Lippers. Goedenavond, Philip. Hoor je mij, Philip? Ik ben Philip even kwijt. Ik zie een stil van Philip. Hoor je mij, Philip? Ik hoor jou, maar het staat... Ja, ik hoor jou. Ja. Maar het beeld staat stil. Ja. Ja, een klein ogenblik. Het beeld staat inderdaad stil, Philip. In alle geval, Philip, goeie avond. Sowieso. Ondanks ja. Het rare beeld gaan we toch in gesprek, uiteraard. We geven niet op. Ik heb een vraag voor jou, Philip. In het streven naar gelijkwaardigheid tussen man en vrouw kunnen we toch niet omheen de verschillen tussen de man en de vrouw. Zeg het genetisch, zeg het maatschappelijk. Kan je dat spanningsveld, die verhouding, zo wat beter schetsen? Ja, ik merk dat er in dat opzicht tegenwoordig een... verschil gemaakt wordt tussen seksen aan de ene kant en gender aan de andere kant. En seksen slaat dan meer op die dingen die, laten we zeggen, biologisch bepaald zijn. Ja. En gender slaat op de manier waarop dat we dat cultureel invullen, wat een man of vrouw is. En ik merk ook wel dat dat in de loop der tijd zo'n beetje schommelt, de aandacht of het accent op een van die twee dingen. Ik denk dat we nu zo'n beetje in een periode zitten waarin vooral dat biologische nogal erg beklemtoond wordt. Men lijkt ook via onderzoeken steeds meer dingen te ontdekken. Iemand die daar heel erg mee bezig is, is de filosoof Griet van der Massen. Die ook regelmatig schrijft in de Standaard. Sommige mensen zullen haar artikelen misschien wel kennen. Ze heeft ook een boek geschreven, Darwin voor Dames, als ik me niet vergis. Ja.
En ja, daar merk je soms dus ook wel het conflict, namelijk dat, vooral in verband met vrouwen dan, dat die in een bepaalde rol geduwd worden die eigenlijk een beetje in strijd is met de biologische aanleg. Dus met andere woorden, geforceerd zouden worden om dingen te doen waar ze eigenlijk van nature niet zoveel affiniteit mee hebben. En natuurlijk is dat geluid van Griet van der Masse een beetje vervelend, in vooral in feministisch debat, maar toch wel interessant volgens mij en iets wat we niet mogen verwaarlozen. Ja, als we dan een brug maken naar de kunsten uiteraard, je zit met dat gegeven van de ethiek, hè, van de moraal, en dan heb je daar tegenover ook de esthetiek. Dat komt er ook nog eens bij. Hoe zit dat spanningsveld in elkaar? Wel, ik denk in dat opzicht moet ik altijd denken aan de romans van Amélie Nothomb. Ja. Vooral dan haar niet-autobiografische romans, waarin dat spanningsveld heel sterk aanwezig is volgens mij. En waar het eigenlijk altijd gaat over, je zou kunnen zeggen, aan de ene kant moeten we streven naar het esthetische, in de meest ruime zin van het woord. Het gaat niet alleen over kunst, maar ook, nee, je zou kunnen zeggen, over de proberen schoon mens te worden, hè, zou je, ja, ook kunnen zeggen. De volle zin, ja. Maar als die dat esthetisch streven botst tegen de ethiek, dan, ja, wordt het toch wel gevaarlijk. Dus dat streven naar het esthetische kan het ethische in het gedrang brengen. Dus zij lijkt nogal een pleidooi te houden voor dat de ethiek toch grenzen moet stellen aan het esthetische. Maar ik denk dat het eigenlijk in verband met de plaats van de vrouw in de kunst misschien interessanter is om het om te draaien. En ja, vandaag de dag kun je zeggen, is er nogal een sterk streven naar die gelijkwaardigheid, zoals je terecht opmerkt. Dat wil zeggen eigenlijk een ethisch streven, hè? Maar je kunt, ja, dus ook de vraag stellen, kan de esthetiek geen grenzen stellen aan het streven naar het ethische? Ja. Als krijg je de omkering. Ethische, ja. Ja. Zo, ja, omgekeerd. Als het streven naar het ethische die vorm aanneemt dat bijvoorbeeld, ja, in feite minderwaardige vormen van kunst toch gepropageerd worden, ja, dan kan dat misschien wel problematisch worden. Ja, dan krijg je natuurlijk een andere discussie. Ik heb nog steeds, ja, ik wil daar geen oordeel over vellen, maar eerder mensen aan het denken zetten over, ja, kunnen die twee grenzen stellen aan elkaar? En in welke mate? Ja, dat blijft iets waar we denk ik toch rekening mee moeten houden. Ja. Maar desalniettemin, ik wil nog even herinneren aan die discussie die er ongeveer een week geleden is geweest over sommige mensen die vonden dat het kaartspel, goede oude kaartspel, dat eigenlijk de discriminatie van de vrouw inhoudt, omdat de heer meer punten toegewezen krijgt dan de vrouw in het kaartspel. Ja. Sommige mensen vonden, ja, dat nou echt wel helemaal buiten alle proportie. Maar persoonlijk vind ik eigenlijk dat er wellicht nog altijd veel niet zo onmiddellijk gedetecteerde vormen van discriminatie in onze cultuur ingebakken zijn. Absoluut. Ik ben ervan overtuigd. En dat schuilt in alle hoekjes, hè? Ja. Ja, ja, en als de blanke man van middelbare leeftijd zich daaraan ergert, dan denk ik wel eens, nou ja, je hebt al eeuwenlang de plak mogen zwaaien. Mag ook wel eens een keer een paar klappen incasseren. Wel, dat vind ik nu een mooie afronding, Philippe, waarvoor dank. We gaan moeten afronden. In alle geval, zoals het een ware filosoof betaamt, je hebt ons geen oplossingen gegeven, maar toch stof tot nadenken. Dankjewel, Philippe. Tot de volgende. Naar Bart. De dikke meneer, maar dan heb ik het niet over Philippe en Bart, maar over een liedje van Reinhilde Tastenoe. Een hele bijzondere mevrouw uit Brussel. Reinhilde maakt eigenlijk liedjes als een soort haiku's. Ze zijn heel kort, maximum 30 seconden, meestal zelfs nog iets korter, want wat we straks zullen horen is slechts 15 seconden. En net zoals bij de haiku's, ze maakt er een handsritueel van. Ze trekt haar schoenen uit en ze maakt het stil. De stilte is soms zelfs veel langer dan eigenlijk het lied zelf. Het is een ritueel en daar moet je echt dus heel goed naar luisteren.
Renilde Tastenoe. Meneer, tikke tram, tikke tram, tikke meneer, tikke meneer, tikke tram en dikke meneer. Ou bien, qui est tombé, par Rétati. Waouh, waouh, qui est en France, Jodia. Jodia, ça fait au fait là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit comme ça? Eh, mon cas, c'est Jodia. Qu'est-ce qu'on songe? Qu'est-ce qu'on Jo, Bayo, c'est ton porte-monnaie. Porte-monnaie, porte-monnaie. Ok, ouais, tout est avec Tony Chasseur, Stony, Lauriane Zachary, Tony, Anthony Drou, Tim, c'est Brave Thomas, tout big, tout les stars entiers. Terug in Parijs, waar we daarnet Vanessa hoorden zingen. Vanessa zingt bij Les Tourbillons. En dit komt uit de plaat dat ze gemaakt hebben samen met Fantasio. Een Franse kunstenaar die eigenlijk al meer dan 20 jaar in de sociale artistieke wereld in Frankrijk dan actief is. En wat er heel bijzonder is aan die man, die heeft gewoon, ja, die heeft het in de vingers om onvoorziene omstandigheden te creëren en daar niet bang voor te zijn. Die stappen eigenlijk gewoon, ja, zoals we met Wit ook dikwijls proberen, in een proces met veel goede bedoelingen, met veel toffe mensen en dan, voilà, te durven. Zonder veel over esthetiek na te denken, misschien zelfs een beetje rauw, maar toch, ze zeggen zelf, handen zijn gemaakt om te tikken en voeten zijn gemaakt om te dansen. En dat doet me eigenlijk al onmiddellijk denken aan onze eigen Els, want haar voeten zijn ook om te dansen. Maar daarvoor is ze er niet vanavond. Vanavond vertelt ze iets meer over Lara en Lien, haar werk. Els, aan jou het woord. Dank u, Luc. We zouden maar al te graag dansen samen met Lara en Lien. We hebben ze daarnet even ontmoet. Hè. Nu staan we hier bij het werk en ik ga graag nog eens met jullie samen naar dat werk kijken. We hebben daar juist de dames gezien. Luc heeft ook mooi aangekondigd daarnet hoe dat de haiku bijna en de stilte voor de haiku bijna een ritueel of een ritueel is. De vernissage is ook zoiets. Dat is een ritueel na die intimiteit van het atelier. En nu mogen wij eigenlijk als toeschouwer binnenpiepen in dat werk. En heel speciaal aan de manier van werken en tonen van Lara en Lien is dat zij ons ook inzage geven in dat werkproces en in de manier waarop ze te werk gaan. We zien hier, als we goed rondkijken, we hebben de vitrine gezien. Daar hebben we over verteld daarnet. We zien ook een heel bijzonder werk dat geïnspireerd is op het werk De Windstoot
van Leon Spiljaert. En dat is eigenlijk een werk dat Lara en Lint samen gemaakt hebben. U moet zich dat voorstellen, dat is prachtig ingelijst. Maar de tekening is eigenlijk in twee lagen gemaakt. Lin heeft haar interpretatie van het werk gemaakt. Lara heeft ook een interpretatie gemaakt. En zij hebben de beide samengevoegd en hebben dat samen ingekaderd. Dat is ondertussen het imagobeeld of het campagnebeeld geworden van onze hele art expedition De Windstoot. Want zij maken deel uit van een hele groep kunstenaars die samenwerken aan een grote tentoonstelling met de titel De Windstoot. Een andere manier van werken dat Lara en Lin hanteren, dat is dat ze heel veel praten met elkaar. Lara capteert die woorden en Lara schrijft daarover. En ze geeft een aantal fragmenten uit die schriften hier ook aangebracht, bijna als een soort beeldgedichten. Als je daarop inzoomt, dan zie je dat dat gaat over heel intieme zaken, dat dat ook gaat over de muziek waarnaar zij luisteren, dat dat ook gaat, zijn wij hetzelfde, zijn wij effectief hetzelfde, of zien de mensen dat evenzo als wij, dat wij hetzelfde zijn. Als we dan kijken naar de wand die opgebouwd is als een soort boek, ik vind dat een fantastische wand om op rond te neuzen en om van werk naar werk te gaan. En als je kijkt, dan zie je dat er een aantal werken ingelijst zijn. Dit zijn de tekeningen van Lien Ankaert. En Lien heeft zich laten inspireren door allerlei beelden uit de kunstgeschiedenis. Zij is enorm gefascineerd door het werk van Félicien Robs. En Félicien Robs is de kunstenaar die we misschien wel die in ons collectieve geheugen zit aan de hand van dit werkje. Je ziet de afgewerkte tekeningen, maar je ziet ook de inspiratiebronnen onder vorm van fotocopies op de wand aangebracht. Het heel bekende werk Porno Gratis. We horen het woordje porno erin. De vrouw die aan het wandelen is met het seksbeest, het varken. Lien maakt daar van het werk van Robs haar eigen interpretaties. Maar niet alleen van Félicien Robs. Ook bijvoorbeeld de Venus van Urbino van Titiaan zien we hier hangen. Zij gaat op een heel eigen manier met een stippeltechniek heel grafisch te werk. En als je het werk uit de kunstgeschiedenis kent, dan herken je onmiddellijk de Venus van Urbino, die eigenlijk een soort thema is om te kunnen het vrouwelijke naakt dat we heel vaak zien in de kunstgeschiedenis kunnen schilderen en ook tonen aan de toeschouwer. Wat hebben ze ook gedaan? Ze zijn naar het museum geweest, ze zijn ook naar de bibliotheek geweest. Ze zijn tweedehands boeken gaan kopen. En daar hebben ze intuïtief gekozen wat hen interesseerde. Wat kwam daaruit? Bijvoorbeeld het heel bekende werk van Boucher, de rococo-schilder, die we allemaal kennen van zijn portretten van Madame de Pompadour en van de beschilderingen in Versailles. Wat nemen ze nog als inspiratiebronnen? We zien hier terug Félicien Robs, De dood danst. Heel erg aanwezig is Eros, de erotiek, en Thanatos, de dood. Dat is heel typisch voor dat werk van Félicien Robs. En dat zijn dingen die Lara en Lien heel erg fascineren. Intimiteit is de titel van de tentoonstelling, of het woord dat op de uitnodiging gekomen is. En als we dan een tijd lang kijken en gaan en alles beginnen in detail te bekijken en relaties beginnen te zoeken, dan zie je heel mooi hoe dat intimiteit een relatie legt met het werk van Botero. Op een bepaald moment zijn ze zich ook gaan inspireren op Umberto Eco, De geschiedenis van de lelijkheid. Lien Ankaert bladert in dat boek en kiest heel doelbewust een aantal prenten uit. We zien ook de Medusa, die dan weer verwijst naar Rubens. Maar we zien evengoed de transseksueel op het podium. We zien heel belangrijk in een manier van werken het plaatje, de muziek. Baccarat, Boogie Woogie. Zij hebben op allerlei manieren proberen die dingen aan te tonen in hun tentoonstelling. Er zijn dus werken. Misschien vragen mensen zich dat af, omdat ik begonnen ben met te zeggen van ze hebben ook een werk samengemaakt. Het is een samenvoeging van hun werk. Er zijn werken die expliciet door Lien
ankaart alleen gemaakt worden. Er zijn ook werken of geschriften die door Lara in het project binnengebracht worden. En er zijn heel veel dingen die zij dan hun woordbeelden of beeldwoorden noemen, gezamenlijke tekeningen die zij maken. De ene werkt verder op het werk van de andere. Ze plaatsen er een woord op, ze maken er ze laten zich erdoor inspireren. En misschien kan ik u als afsluiter nog even meenemen naar het vervolg van de tentoonstelling. Want we hebben hier niet alleen benedenwerk. Als we kijken, dan word je door de gang naar boven toe uitgenodigd. Hey, laisse-moi par terre, par terre. Ah, oh, ah. Werken van Lien Ankaert, die heel duidelijk opnieuw geïnspireerd zijn op Felicia Robs, onder andere de absintdrinkster. Een thema dat heel in was op het einde van de 19e eeuw. En misschien kunnen we nog eens kijken in dat boek dat Lien Ankaert enorm geïnspireerd heeft en die ze telkens opnieuw gebruikt heeft. Ik heb het even mogen lenen voor deze avond, maar ik wil misschien tonen hoe dat je de rechtstreekse verbanden ziet tussen het werk van Robs en hetgene wat Lien ervan gemaakt heeft. In de kunstgeschiedenis noemen ze dat u de kunst toe-eigenen of de appropriation art. Dat is een term die in Amerika voorkomt en die bijvoorbeeld ons doet denken aan Jeff Koons, die werken uit de kunstgeschiedenis graag gaan interpreteren. Misschien ja, nog één iets. Wim Lambrecht, de directeur van de Lucas School of Arts, heeft een heel mooie tekst over hun werk geschreven. En hij beschrijft hoe het moeilijk is om in dat werk te komen. Maar hij sluit ook zijn tekst af met het feit dat zij de kunstgeschiedenis en de populaire beeldcultuur naadloos in elkaar vermengen. En hij noemt dat ook de vrijheid. En dat is misschien wel mooi om op in te gaan. Vrijheid en niet te veel in clichés denken. Thank you.
deux pieds, twee voeten, twee handen, twee hoofden. Dat typeert Lucile Notin-Bordeaux enorm. Ze is pas 18 jaar en heeft al een enorme artistieke carrière opgebouwd. Want naar school is ze niet geweest. Schrijven, dat ging haar niet af. Ze was amper 3-4 jaar en ze kon al ontzettend goed tekenen. En mensen, ik raad jullie aan, hier in het noorden van Frankrijk, in Villeneuve-d'Ascq, is er een fantastisch Art Brut collectie in het Lam Museum. En daar moet je zeker eens langs gaan, want daar staat fantastisch werk. En het nummer dat je daarnet gehoord hebt, is eigenlijk een LP die opgenomen is in het kader van Danser Brut. Een tentoonstelling die nu net afgelopen is bij het Dr. Ghiselin Museum. En helaas ook letterlijk afgelopen is in Beaux-Arts. Moet je echt eens doen. Van Lucile gaan we zeker nog veel horen, maar van wie dat we ook nog veel zullen horen, is van Karel Verhoeven, de kunstenaar die nu klaarstaat om met Bart even te verdiepen in vrouwen in de kunst. Daar ben ik eveneens van overtuigd, Luc. Dag Karel, goedenavond. Goedenavond, dag Bart. Ik heb een vraagje voor jou, Karel. Hoe kunnen vrouwelijke kunstenaars hun positie afdwingen in de kunstwereld? Uiteraard, ja, door strafwerk te maken en door te volharden. Mm-hmm. Maar dan denk ik bij mezelf, is er niet een bepaald talent of bepaald eigenschap bij vrouwen aanwezig? Of zijn er troeven aanwezig, extra troeven, typisch vrouwelijke troeven, om tot een strafproces te komen? Dat vraag ik mij af. Misschien heb jij daar een antwoord op. Ja, dat is een goede vraag. Een vraag waar ik niet meteen het juiste antwoord op kan verzinnen. Maar dat hoeft ook niet, hè? Ik hoor dat er heel veel straffe kunstenaressen zijn. En dat zij hoe langs maar meer terrein winnen. Waar ik eigenlijk afgelopen weken over nadacht was van, tja, er is een lange weg te gaan. En ik kwam toevallig eigenlijk op een week uit bij de ontstaande geschiedenissen onze westerse cultuur, zowel het Adam en Eva-verhaal als de doos van Pandora, dus de Griekse mythologie gecombineerd eigenlijk met het Oude Testament, waarbij dat eigenlijk van eigenlijk een diep fundamenten, de vrouw eigenlijk onderdrukt is eigenlijk, of toch aan de basis lijkt te liggen van heel veel kwaad. En ik vond dat heel vreemd dat kunstenaressen en kunstenaars daar nog geen update van gemaakt hebben. Dus ik zou eigenlijk wensen en de tip geven, ik geef dat ook aan al mijn vrouwelijke studenten aan wie ik lesgeef, van er moet iets recht getrokken worden in onze ontstaansgeschiedenissen. Dus je weet eigenlijk dat Eva is eigenlijk uit de rib geschapen van Adam, wat eigenlijk vind ik al een vrij is al een afgeleide. Hè? Dus absoluut, Eva, absoluut, ja. Al een stukje van Adam. Hè? Dus Adam was er eerst. Hè? En dan die Eva komt dan toch maar uit die rib. Ja. Dan is het nog wel Eva die door de slang verleid wordt om in die appel te bijten. En dat lijkt alsof die vrouw, en voor ons de proto-vrouw, eigenlijk aan de bron ligt van het kwaad. Ja, wat een erfenis. Ja. De erfenis en die nazweem, wat dan natuurlijk een heel fundamenteel verhaal is in onze westerse, en niet alleen onze westerse geschiedenis, is die vrouw eigenlijk al meteen een soort oorzaak van negativiteit. En ik was verontwaardigd. Ik was, omdat ik dan ook het verhaal van Pandora in diezelfde week nog eventjes erop nalas. En ook daar is eigenlijk Pandora speelbal van de goden. Zeus, Prometheus. En ook daar lijkt zij een soort slachtofferrol te hebben. En ik dacht, tja, waarom is er geen... het is bijna een oproep aan alle vrouwelijke kunstenaressen, schrijvers, dichters, muzikanten, want trek die ontstaansgeschiedenissen
recht. Want van daaruit is er toch een soort van schaduw al geworpen op die positie van de vrouw. Want als je het hebt over de onderdrukking van de vrouw in de kunst, dan gaat dat natuurlijk over iets heel maatschappelijk. Ja. Dat heel, heel diepe wortels heeft. En daar is momenteel natuurlijk een enorme correctie op. En ja, ik moest onmiddellijk denken ook aan Amanda Gorman, de fantastische zwarte dichteres die gisteren na de eetafdeling van... ik had tranen in mijn ogen. Ik vond het zo ontroerend, zo sterk. En ik zie enorm veel sterke vrouwen op de proppen komen. Ik zie heel veel historische correctie. Ik zie een soort van... Ja, doos van Pandora, maar vooral goeds en moois, die toch echt hoe langer hoe meer de weg vindt naar publiek en naar acceptatie. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik voel een kracht en een energie die zo sterk is, ja, dat ik me als man soms graag op de achtergrond verplaat. Ja, het is alvast een goede stevige beweging. Was dit zo toen jij studeerde, Karel? Wanneer studeerde jij? Rond welke periode ongeveer? Ja, ik ben 10 jaar geleden afgestudeerd. Ja, zoiets. Dus behoorlijk recent eigenlijk nog. Die ganse discussie toen al ter sprake tijdens je studies? Maakten de docenten daar gewag van? Nee, ik moet wel zeggen... Ik had twee heel sterke docenten, Anouk de Klerk en Manon de Boer. Boegbeelden van de opleiding, ook specifiek vanuit hun werk heb ik voor die opleiding gekozen. Dus ik ben eigenlijk wel altijd al aangetrokken geweest tot vrouwen, tout court. Ja. Maar vrouwen in de kunst vind ik... Er was nog geen polemiek of geen discussie of geen sprake over een soort correctie of zo. Ja, het was wel een aanwezigheid natuurlijk. Uiteraard, ja. Oké, we hebben natuurlijk al veel... Er is al veel evolutie geweest, sedert. Als we teruggaan naar zoveel decennia terug, uiteraard. Hè. Maar goed, het is alvast een zeer interessante insteek wat je daar komt te zeggen. Karel, je bent van harte bedankt. Daarvoor alleen al. Tot de volgende keer. Oké. De ronde af. Ja, doei. Gedaan. Dag. Dank u wel, Karel en Bart. We gaan naar de andere kant van de wereld. En daar ontmoeten we een groep met de fantastische naam Tralala Bliep. Ze komen uit Australië. Ze hebben hier een nummer Facing Monsters. Het is elektronische pop. Ik ben er zelf helemaal niet in thuis. Maar het viel mij op dat zij niet spreken over zichzelf in termen van beperking of handicaps, maar in termen van mogelijkheden. En die gasten, die hebben mogelijkheden met elektronica.
tralala bliep. Ik hoop ze hier toch ooit in Europa te mogen ontmoeten. Maar ja, vliegen is sowieso al uit een boze dag van vandaag. En naar Australië vliegen met een band als tralala bliep. En dat wordt waarschijnlijk heel erg moeilijk. Hebben we Evita aan de lijn. Evita, onze topvrijwilligster van de Y Classical Music Ensemble. Op en top, vrouw Bart. Hoi Evita, goeie avond. Hallo, dag Bart. En Luc en iedereen. Blij dat je er terug bij bent, Evita. Jij gaat vaak met de Wild Classical Music Ensemble de gort op, zeg maar. Je bent wel vaker in het buitenland met hen. En jullie komen meestal terecht in het clubcircuit van de, laten we maar zeggen, de alternatieve rock scene. Is dat niet zo een mannenbastion? Ja, eigenlijk wel, maar ik merk wel dat er meer en meer toffe, bijzondere vrouwen aan het opstaan zijn. Dus die de programmatie doen, dat zie je soms. Of ook de geluidstechniek, want de laatste toen we naar Den Haag gingen, hadden we Leslie mee, dat is een vrouw. Ja. Een toffe madame, die dan de geluidstechniek doet en die dat fantastisch doet. Ook bij muzikantengroepen, de Snapped Ankles, waar we soms mee spelen. Ja. Die zijn altijd gemaskerd, maar als ze dan die drummer zijn masker af doet, dan zit daar een sterke, bijzondere vrouw achter. Dus je merkt wel meer en meer vrouwen, ook toen we in de vooruit gingen mogen spelen, was het ook Helene Adams met haar vriend Thomas, die ons uitgenodigd had. Dus je merkt wel dat er wel vrouwen zijn. En als er zijn, dan vergeet je ze niet snel, vind ik. Ja, dat is zeggen dat ze vallen op. Ja, dat die scene ook wel sterke vrouwen nodig heeft. Hè. Mm-hmm. Ik blijf even in de muziek, Evita, maar ik maak een sprong naar de populaire muziek. Naar de rhythm, of nee, niet rhythm and blues, ik moet oppassen wat ik zeg, maar R&B. Het is niet hetzelfde. Ja. R&B en de dance en weet ik veel. Ik zie daar dan altijd, of heel vaak, straffe madammen staan op het podium. Dus echte front ladies, frontvrouwen, die de mannen weggeblazen hebben. Maar toch zie ik ook vaak dat zij heel, heel vaak schaars gekleed zijn. En dan een soort sensualiteit of meer nog seksappeal gaan uitstralen of daarmee spelen. Dan denk je, ja, hoe moet ik dit nu plaatsen? Terwijl het nogthans heel zelfbewuste, taaie madammen zijn. Hè? Hoe moet ik die seksualisering dan gaan plaatsen? Heb je daar een idee rond? Of heb je daar een visie op? Goh, ik denk wel, als die vrouwen, Lara en Lina hebben het daarnet ook gezegd, ze doen make-up aan voor zichzelf. Ja. Ik denk dat vrouwen ook wel voelen dat ze hun lichaam, dat er daar een zekere sensualiteit zit, dat er daar een zekere uitstraling zit. En ze kunnen en mogen dat accentueren als dat voor hen zelf is. Als dat opgelegd wordt, of dat er een druk is van buitenaf, dan vind ik dat minder oké. Maar als dat iets is, dan zeg ik, dat is een zekere iets dat we hebben. We willen dat tonen, we willen daar iets mee doen. Dan vind ik dat prima. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, dat klopt. Zeg, terug naar de Wild Classical. Mm-hmm. Daar zit ene madame tussen, Lien Pam, omringd door, ik heb het goed, 5 mannelijke muzikanten. Ja. Hoe kan Lien haar vrouwtje staan in dat gezelschap? Ze doet dat fantastisch. De perfecte mengeling tussen voor hen zorgen, koffie maken, ze zo een beetje verwennen, maar dan op tijd en stond haar terrein afbakenen en er te zijn als vrouw, zangeres, een beetje diva. Ja, op het moment dat ze zich gaat omkleden of klaarmaken om op scène te gaan, dan is dat zo, hey, mannen, moet ik mij hier klaarmaken? Hè? Dan het gebeurt dat we een ruimte apart hebben, maar soms ook niet. En dan zegt ze van, ja, maar ik wil hier dat plekje voor mezelf. Stoor daar niet altijd, maar toch meestal. Zo, omdat die make-up aan, dat is een soort ritueel dan, om haar klaar te maken. Dan, en dan doen we soms nog wat tai chi. En ik merk ook wel dat de mannen dat een beetje beneden, speciaal dan hebben. En nu zijn we ook al begonnen met en ook te masseren, parfum. En ik dacht, naar aanleiding van deze avond, ik heb eigenlijk nog nooit gevraagd of zij ook willen gemaquilleerd worden. Want eigenlijk, waarom niet? Hè? Waarom zou dat kunnen? Want ik merk, in de band merk ik wel dat zo het vrouw zijn, het man zijn, of het aangetrokken worden, tot man, tot vrouw, dat eigenlijk allemaal veel meer door elkaar loopt. Ja, dat speelt niet echt, Dat speelt minder. Het gaat eigenlijk meer over aantrekking. Ja. Minder over, is dat nu een man of een vrouw? En over uitstraling en... Ja, maar het is geen slechte zaak dat die stereotypen wat weggewist worden daarbinnen. Hè.
Zeg, Evita, heb jij nog een boodschap of hoe sta jij als vrouw in de wereld? Als je jezelf ja, zou moeten omschrijven. Ik ben heel blij dat ik vrouw ben. En wat ik, omdat ik voel dat er is een zekere kracht in mij. En dat merk ik ook als ik bijvoorbeeld met de band opstap. Een soort leeuwinnenkracht die kan zorgen, die iets kan bereiken, die iets kan doen. En dat komt echt van binnenuit. Maar dan, aan de andere kant is er ook iets zachts, iets vrouwelijks, iets empathisch, iets sensitiefs. Iets waar ik dan ook kan inzetten in mijn dagelijks leven of... Perfecte balans, Evita, zou ik zeggen. We gaan er moeten uitgaan, want er is tijd voor muziek. Dank je wel, Evita. Tot de volgende. Dag. Dank je wel, Bart en Evita. We hebben inderdaad een nummer klaarstaan over het huwelijk, Le Mariage, van onze vrienden de Humming Dogs. Humming Dogs zijn gestationeerd in Roubaix. En ja, het is eigenlijk een fantastisch nummer. Het zijn twee dames die onder elkaar... Aan het praten zijn over het huwelijk of hoe ze zich klaarmaken voor het huwelijk. Een roos in het haar, de nagels lakken, een mooie jurk aantrekken en dan vooral oefenen om op het einde volmondig ja te kunnen zeggen. En op de achtergrond hoor je de mannen van de band die hun eigen visie over het huwelijk geven. Beetje ingewikkeld. Het zal even op de tanden bijten zijn, maar we moeten erdoor. En straks, Bart, een beetje rhythm and blues. Goed zo. Hopen dat jouw huwelijk er niet zo bij klinkt als de Humming Dogs uit Roubaix. We moeten stilaan afsluiten, maar misschien even vooruitblikken. De Windstoot is een expeditie die nog loopt tot volgend jaar. En we gaan afsluiten eind 22 in het museum Dr. Ghislain met een vrij grote tentoonstelling. Maar intussen tijd om de twee maanden een kleinere tentoonstelling hier bij Wit zelf. En ik kan jullie aankondigen, de volgende is in maart dus. En dat wordt Sylvain Cozijns met zijn compaan Jan Heldhoff.
We hebben nog één nummertje klaarstaan. En dan straks als afsluit nog een verrassing Lara en Lien op beeld. Maar nog een nummertje on R&B. Het gaat over de mevrouw die als allereerste mevrouw met de verstandelijke beperking in Engeland een soloalbum uitgebracht heeft. En luistert met mij mee, je zult heel snel begrijpen waarom ze daar talrijke prijzen voor gekregen heeft. Dividing chicken all over me. Pills, dividing chicken all over me. Pills, dividing chicken all over me. Pills, dividing chicken all over me. My bad prescription, please. For your education, you will need those pills. Yeah, I want those pills. Tell you my bad prescription, please. For your education, pills. You're running chicken all over me. Pills, running chicken all over me. Pills, you're running chicken all over me. Pills, you're running chicken. Something to say about bipolar. People have a bad mind about this thing. With the right support, yeah, I can do anything. Yeah, I can do anything. Don't let the pills control you, control your pills. Don't let the pills control you, control the pills. Don't let the pills control you. Lizzie beter Emech, vanuit haar derde album. Een album die helemaal opgebouwd is rond haar ervaringen met de gezondheidszorg. En de goede luisteraars onder jullie hebben gehoord dat het deze keer ging over haar gebruik van medicatie. All those pills, hè, die ons moeten helpen, maar die ons soms heel erg afhankelijk maken. Iets wat in onze coronatijd herkenbaar is. Lize Emech moet je zeker opvolgen. Voilà, we zijn aan het einde gekomen. We hebben straks nog een uitsmetertje, maar daarvoor wil ik toch iedereen bedanken. In de eerste plaats uiteraard onze kunstenaars Lien Ankaert en Lara Jacoba Breine. En ik vermoed dat zij, als je ziet waar ze nu al staan en nog een jaar kunnen doorwerken, dat het op de eindtentoonstelling gigantisch wordt.
Ik bedank ook onze babbelaars, Karel Verhoeven, Mieke Van Esche, Sissel Amoraal, Philippe Lepers, Ted Oonk, Bart Marius en Evita Werbroek. Tof dat jullie er weer bij waren en ik hoop binnen 2 maanden jullie opnieuw te mogen horen. Onze streaming crew, Lode Steenhout, Nico van Dalen en Pepijn Mezure van het Chemisch Circus. Natuurlijk ons eigen team, Els, Bart en mezelf, merci. En jullie thuis, de kijkers van YouTube, maar ook de luisteraars, want straks, vanaf morgen, kun je dit blijven bekijken op YouTube of beluisteren op SoundCloud. Ik geef nog mee, de tentoonstelling is nog 1,5 maand te bekijken, vooraf te reserveren uiteraard. Maar wil je meer informatie? We hebben ook een website, dewindstoot.org. Nee, zonder de, windstoot.org. En daar moet je toch zeker eens piepen in het magazine. Er is een digitaal magazine waar het de tekst van Wim Lambrecht, maar ook van talrijke andere mensen die over dit thema geschreven hebben, kun je daar nalezen. Voilà. Tot binnen 2 maanden. En nu nog een prachtige snapshot van Lara en Lien. Lode, hebben we beeld? Taking an ash. Flow or show? Yeah, flow. We babbelen ook veel. Over wat babbelen we te veel? We babbelen veel over flow. We zijn alle twee vrouwen, we zijn alle twee kunstenaars. Hé. Dus daar is, daarin zijn we ergens gelijk. Over wat gaat het nog? Het gaat niet alleen over flow, het gaat nog ietsje verder. We werken ook veel rond intimiteit. De liefde. Liefde. Ja. Romantisch. Romantiek. Vriendschap. Ja, heel belangrijk. En hard voelen. Ik denk een keer daar het hangen. Ja, moet ik zeggen dat erop staat? Dat ja. Ook goed. Ook dat, goed. Dat is iets dat je veel zegt. Intimiteit. Eén. Ook maar. Houden. Je staat erop, ander liedje misschien. Ander liedje misschien, jongen. Dat is het ook voor jezelf, ander liedje misschien? Nee. De navel trekt je er zo uit. Ja, jongen. Over wat gaat dat, weet je dat nog? Ja. Doe maar. Nu, ik heb fris op hangen en nu. Ah, dat zijn die. Dat zijn wij. Nu. Start je naakt je lijf. En ik heb ook nog en dat de 3 kern en de lucht kan vliegen in de wolken. Die hangt, die, maar dan koppen, hangt. Er zit wel een... Ja, ik ga dus er bovenaan. Ja, hier. Frozen, sexy. Sex. Yeah. Taking an ash.